Je ziet het niet. Je weet het niet. Iemand voelt veel meer dan je denkt. Iedereen heeft dingen meegemaakt en de anderen snappen dat niet, want ze zien dat niet. Deze brief is naar iedereen die mij niet snapt en niet verder kijkt. Deze brief is naar iedereen, behalve ik. Hi Eve, ik heb een beetje slecht nieuws. De bioscoop van Home Brick wordt verkocht, maar ik dacht misschien vind je het fijn als ik het je even laat weten. We kunnen hier vanavond gewoon nog even over praten als je dat fijn vindt. Doei, mam. Ik zal je missen.
ik negeerde gewoon heel het gesprek om me heen. En toen vroeg mijn pa na 5 minuten van jou, hoe is je hamburger? En toen zei ik, hij is al op. En ik had geen enkel moment dat ik vol zat. Wacht even, ik neem deze. Oh, dit was het. In de Ardennen was het. Hoi pa, wat is hier? Wat? Ik geef er echt met avond. Wat is er gebeurd? Ja, maar wat is er dan? Pa, wat? Wat is dat? Wat? Ze heeft een ongeluk gehad en zo. Nee, ja. Ik moet eigenlijk zo snel mogelijk weg. Dus... Ja, ga. Wow, sterk. Het is goed. Sorry. Deze is voor Rick, mijn oom Rick. Je was er letterlijk en figuurlijk altijd voor mij. Je was er als je er niet was. Je woorden waren er altijd. En ik luisterde altijd naar je zinnen als ik voor een beslissing stond. Jij was degene die mijn manier van denken begreep. Mijn manier waar iedereen van deed of hij het begreep. Nu ben je er niet meer, maar ik zal altijd je stem blijven horen. Dag, mijn geliefde oom.